We zijn hier op de Solar-conferentie en beurs in Hamburg. De top van de wereld is hier op het gebied van zonneceltechnologie. En daarom is Brabant op een hele vooruitstrevende manier bezig. We zijn hier maar liefst met 35 bedrijven en ons topkennisinstituut Soliance. En we zijn hier te vertellen hoe hoogwaardig de Brabantse producten zijn en welke meerwaarde we kunnen geven aan het distribueren van dit soort producten wereldwijd. En ik kan hier met mijn eigen ogen aanschouwen hoe de keten is opgebouwd, welke problemen er zijn, waar de rol van de overheid goed is opgepakt en waar we misschien nog wat extra gas moeten gaan geven. Het mooie van Brabant is, het gaat goed in Brabant, maar we hebben een geweldige opgave voor de toekomst. En dat is dat onze fossiele brandstoffen raken op. En we moeten dus naar duurzame oplossingen om nieuwe vormen van energiewinning mogelijk te kunnen maken. Energy Talk is vooral in gesprek gaan met ondernemers, zeer talentvolle ondernemers en kennisinstellingen over deze nieuwe bedrijfstak rond zonneceltechnologie. En het is erg belangrijk om de dialoog aan te gaan, omdat je heel veel schakels in de keten nodig hebt om succesvol te kunnen zijn. Wat ik daar heb verteld is dat allereerst ik het heel goed vind dat de provincie Brabant zo actief is om een kenniscentrum op het gebied van solar technology in Brabant, rond Eindhoven, op te richten, het Soliance initiatief. Daarnaast heb ik gezegd dat de zonne-energie-industrie heel hard groeit. Dat is goed nieuws. Dat betekent ook dat er heel veel concurrentie extra is bijgekomen. Dat maakt het spannend qua prijs en marge. Maar uiteindelijk betekent het wel, met ook innovatie, dat deze producten straks zo concurrerend worden dat je geen subsidie meer nodig hebt om zonnepanelen op je dak te leggen en stroom te maken. Geprobeerd aan te geven dat wat de provincie Brabant op dit moment aan het doen is met betrekking tot innovatie, dat inderdaad heel essentieel is. Omdat, en dat is ook op deze beurs te zien, er is een grote slag in prijsconcurrentie gaande. En om dat te overleven moet je zorgen dat je qua technologie vooraan loopt. En daar is innovatie hard voor nodig. En de provincie Brabant is daar ook heel actief mee. En daar zijn wij heel content mee. Thank you.